ziet er heerlijk uit. En van de kookkunst gaan we naar de schilderkunst. Want op maandag besteden we graag wat aandacht aan kunst samen met onze hippe kunstkenner Mark Sterke. Goedemiddag Mark, fijn dat je er opnieuw bent, ook na ons verlof. We zijn er weer helemaal klaar voor. Helemaal klaar voor. En je hebt meteen iemand meegebracht, dat is meneer Eddy Jordens, die heel wat leuke dingen heeft. Ja, meneer Jordens heeft mij gecontacteerd met een schilderij van ene Albert Embrechts. Ja. En die meneer Embrechts die is eigenlijk van het Antwerps, is geboren in Lier. En die is dan getrouwd geraakt met een dame uit Hamond en dan in Limburg zich gevestigd. Ja. En die heeft heel wat werk gemaakt. Hij is wereldberoemd in Hamond. En ook in Antwerpen een beetje. Ja. Maar desalniettemin heeft hij toch serieus wat succes gehad. Ja. En dit is een typisch landschap van ons Limburgse land, zeg maar. Ja, ja. Ik heb er heel wat van hem gezien. Het is redelijk, ja. Het is niet zijn beste, maar het is een heel mooi werkje. Eddy, ben je van Hamond ook of zo? Nee, ik ben van Stalkoersenbergen. Ah ja. En hoe, waar heb jij het gehaald of gekocht? In Basel in de galerij gekocht. Een tentoonstelling van Embrechts zelf. Ja. En ja, dat is 25 jaar geleden. Ja. 25, 30 jaar denk ik dat. En nu wilde je eens weten... Weten of het waarde heeft, ja dan nee. Ja, ja. Maar meneer Embrechts, dus die, zoals ik zei, die was lokaal vrij bekend. En ik weet niet welk jaar heb je het, 25 jaar geleden, dus in de jaren, ja, in de jaren die, 80? Ja, eind jaren 70, begin jaren 80 denk ik dat we het ons aangeschaft hebben. Dus toen had hij, die heeft dan ook zijn eigen kunstschouwerijtje gehad. En in Limburg, zeg maar, had hij regelmatig wel wat tentoonstellingen. Mm-hmm. En in de jaren 80 werd er ook meer kunst gekocht. Mensen gingen ook meer naar een tentoonstelling om dan een mooi werk te kopen. En die meneer Embrechts die had dus op die manier wel wat serieus wat succes. Ja. Weet je nog wat je toen hebt betaald? Ik denk dat er rond de 25.000 frank was in die tijd. Dus. Dat is ook al veel, hè? 600 euro. Ja, maar toen... Ja. Was kunst hip? Ja, hip. Ik denk dat de mensen toen meer hadden met... Maar ook met eigen kunstenaars trouwens. Ja, ja, ja. Terwijl men nu altijd maar denkt in termen van dollars en is hij wereldberoemd of is hij niet wereldberoemd. Ja, ja, ja. Meer appreciatie van eigen talent. Ja, en dit nu, is dat nu gestegen na al die jaren in waarde? Of, Nee. Nee. Ik zou het ongeveer rond zeg maar 400-500 euro, rond de 20-25.000 francs ja, 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 ja. Als je het nu terug moest te koop zetten. Nochtans, er zit een mooie, goed afgewerkte kader rond die op zich al, die gaat gauw 300, 350 euro kosten. Dus los van het schilderij. Maar als je het nu zou te koop aanbieden, op dit moment gaat je 400, 500, denk ik dat het dan de actuele waarde zou zijn. Kader inbegrepen. Kader inbegrepen, ja. Ja. De kader zelf, eigenlijk, hoor, die is goed gemaakt. Hè. Dat is goed materiaal. Die hing er ook al bij? Of die was erbij. Die was erbij. Ja, ja, ja. Je hebt erachter jou nog iets meegebracht. Ja. Dat is ook van Eddy? Dat is ook van mij. Ja. Waar heb je dat gehaald? Dat heb ik destijds gekregen van de Volksverzekering. Als beginnend agentje, als je zoveel zaken maakt, krijg je net. En daar wil je ook het fijne van weten? En daar zou ik ook eens iets willen van weten, wat dat, of dat waarde heeft, ja dan nee. Want... Ja, Mark. Dit is dus een Ludo Laagland. En wie is dat? En wie is dat? Wel, weet je nog dat we toen die, waar jij toen met die vaasjes? Ja, ja, ja. Met ja. Dat schilderij van moeder en kind? Ja. Dat is die meneer. Ah ja. Ja. Dus Ludo Laagland die komt uit dezelfde periode als trouwens meneer Embrechts. Ja, maar Ludo Laagland die heeft het dan wel heel ver geschopt. Die is toch, zeg maar, ja, wereldberoemd is misschien veel, maar die is toch erg beroemd geworden. Mm-hmm. En die heeft er ook volledig zijn beroep van kunnen maken, wat toch niet evident was in die tijd. Ja. Dit is een sanguine tekening. En wat wil dat zeggen? Sanguine is een soort klei die dat typische rode effect geeft. Ja. Werd heel veel gebruikt door de grote kunstenaars in de 16e, 17e eeuw. En was toen puur natuur. Nu, vanaf toen was het, nu is dat meer ook met in potloodvorm en dergelijke. Ja, ja. En dit is dus een originele sanguine tekening. Dus dat is, en je ziet hier, het is volgens mij, ziet je, het is losgekomen. Ja. Mm. En ik denk, maar om zeker te zijn, moet ik het glas eruit halen. Ja. Want door het glas kun je nog vergissen. En wat wilt je weten dan? Maar ik vermoed dat dit uit zijn tekenblok komt. Zit hier van zo af te scheuren. Lijntjes, ja. En dus waar die mensen regelmatig schetsen maakten. En, ja. En ik vond dat daaruit komt. Dus dit is wel waar. Dit is wel waar. Meer dan dat? Nou,
hier zit je met alleen de tekening. Hè? Ja. Ik heb hier ook een waarde toegekend aan de kader en het geheel. Hè? Maar alleen de tekening durf ik gauw zeggen 300 tot 400, zelfs iets meer. Schokkadoken, dat je hebt gekregen toen. Ja, vind ik wel. Moeite. Hangt het ergens op bij jullie? Ja, in de logeerkamer hangt het op dit moment. Misschien interessant voor de kijkers, als je dit ziet, die bruine streepjes hier allemaal, zie je dat? Ja. Dat betekent dat het werk verzuurd is. En dat betekent dat het eruit moet en dat die zuren moeten geneutraliseerd worden, want anders dan gaat je het verliezen. En hoe komt het? Door de vocht? Of, Dat komt vooral door dit hier. Dus die rug die is gemaakt, in dit geval, dit is geperst karton. Maar dat geperst karton bevat lignine. En lignine komt oorspronkelijk uit de boomstam, want dat wordt van hout gemaakt, van houtpulp. Maar dat lignine is een zuur dat vreet op het kunstwerk. Ah, ja. En meestal wordt het karton dus ook van die pasper, in die tijd zeker, nu bijna niet meer, werd dat kartkarton ook van die materie gemaakt. Ja. Projecteert zich op het kunstwerk en gaat het uiteindelijk vernietigen. Maar jij kan dat, hè? Ik kan dat. Oké, okay, voilà. Eddie, je kan misschien het verzekeren van de toekomst door het even te laten behandelen, zodat het inderdaad ook zeker mooi is. Eddie, blij met je... Ja, ik ben er content mee. Ja. Alleszins hartelijk dank. Okay. Wil jij thuis zelf ook eens weten wat je hebt hangen thuis of in de zolder nog ergens wegsteken hebt? Surf dan even naar onze website tvl.be en klik daarop Wat is kunst? Daar vind je trouwens ook de website van Mark als je meer informatie over hem wil weten. Mark, tot volgende week. Tot volgende week.